praten, op te scheppen, echt alles. En ik wil ook heel graag voor mijn leerlingen echt kunstenaars maken. Dus dat was ook een positie. Hierbij staan creatieve ontwikkeling om probleemoplossing te kunnen denken. Omdat ik denk dat als we in het onderwijs meer kunsteducatie integreren, zowel in tijdens andere lessen als in daadwerkelijke kunstvakken, dat je daarmee de creatieve ontwikkeling bevordert. Een ander licht dingen bekijken. Nou ja, ik vind dat iedereen zijn eigen moment moet hebben om te kunnen stralen op elke manier. En ik denk dat het heel goed kan met cultuur. Deze is voor mij belangrijk: durf te kijken, durf te spelen en durf jezelf te zijn. Dat de leerlingen zelfvertrouwen krijgen door de verschillende. Voor mij is wat de leerlingen doen belangrijker dan wat eruit komt. Omdat ik het echt heel belangrijk vind dat de leerlingen dus zelfvertrouwen krijgen als ze iets maken. En uiteindelijk denken van, nou, dit is eigenlijk niet goed, omdat ze dan kijken naar wat eruit is gekomen. Dan kan het er nog niet zo heel goed uitzien. Maar het is wel belangrijk dat ze dat hele proces hebben gehad. En dat ze daarvan geleerd hebben. En dat het dan uiteindelijk misschien wel tot iets moois uit kan bouwen.